Mijn naam is Emily, ik ben zakelijk vlogger en in de Week van het Werkgeluk volg ik Geert van der Laar, CEO van de Facilicom Group, in zijn zoektocht naar werkgeluk. Nou Geert, in onze zoektocht naar het werkgeluk spreken we vandaag wel met een heel bijzonder persoon. Ik zeg ook wel de professor van het werkgeluk, Leo Bormans. Leo Bormans is echt wel wereldwijd bekend. Hij heeft ook een boek geschreven over 20 wegen naar werkgeluk. Ja. En het is leuk dat hij juist nu ook in die Week van het Werkgeluk met ons in gesprek gaat. En dat hij vooral vertelt wat organisaties aan werkgeluk kunnen doen. Maar het mooie is dat hij ook vooral vertelt wat je nou zelf, wat jij en wat ik en wat jullie, wat je zelf aan werkgeluk kunt doen. Als jij nu werkgeluk zou moeten definiëren, wat voor definitie? Ja, er zijn heel veel definities voor te bedenken, maar als je 4 keer ja kunt antwoorden op deze 4 vragen, dan ben je een beetje gelukkig op je werk, zou je kunnen zeggen. 1, mag ik hier zijn wie ik ben? Dat heeft te maken met respect voor diversiteit. 2, mag ik hier worden wie ik wil worden? Dat heeft te maken met kansen, groei, ontwikkeling. En het derde, mag ik hier samenwerken met andere mensen? Of word ik hier voortdurend opgezet in competitie met andere mensen? En het vierde is, draagt mijn werk bij tot een groter geheel? Is dat zinvol? Heeft dat een missie? Herken ik mij in dat geheel? Nou, ik denk dat jullie daar heel goed mee bezig zijn om betekenis te geven aan de job. Ook als dat jobs zijn die in onderhoud en schoonmaak zitten en beveiliging, waarvan sommige mensen denken, wat is dat nou voor een job? Maar die draagt bij tot een groter geheel. Ja. En in wezen ook tot het geluk van Nederland. Ja. Als we in een veilige samenleving wonen, in een schone omgeving, waar mensen voor elkaar zorgen, waar faciliteiten zijn voor mensen, waarin je voorwaarden creëert om gelukkig te zijn, dan dragen jullie allemaal op dat niveau bij tot het geluk van Nederland. En als ik u één advies mag geven, is dat eigenaarschap te worden. Dat mensen niet het gevoel hebben dat werkgeluk iets is van de grote bazen en de top enzovoort. Maar dat dat iets is elke dag opnieuw. Als je ook vuilnis ophaalt, kan je zeggen, wat is dat nu voor een job? Of je zegt, ik draag bij aan de hygiëne van dit bedrijf, van deze stad, van dit land. Dan heb je een betekenis gegeven. Ik draag daartoe bij. Het is mijn handeling. Ik ben een beetje meer oorzaak van dat geluk. Dan kunnen we er met z'n allen vooruit gaan. Mooi dat je het wel zei, dat mensen, die moeten een doel in je leven, er moet hoop zijn. Ik denk wel dat wij binnen Facilicom, uiteindelijk is onze why, mooi gedefinieerd in dat we samen willen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. En inderdaad wat jij zegt, schoonmaak, beveiliging, catering, alles draagt bij aan werk van medewerkers die onze opdrachtgevers. Maar jij weet het veel mooier te vertellen, dus misschien heb jij nog wel een aantal tips naar mij en daarmee eigenlijk ook naar al mijn collega's. Ja. Wat we in het onderzoek zien is dat het heel belangrijk is dat we enerzijds inzicht krijgen in wat is dat geluk, hè? Dat niet alleen in het materiële zit, hè? En wat is dat inzicht, dat je dan leert om technieken te gebruiken om zelf een beetje gelukkiger te worden, coping strategies, hè? Dat je zegt van ik mag fouten maken, dat is niks mis mee als je maar leert uit je fouten, als je maar groeit en leert. En het derde niveau is, hè, het inzicht krijgen, het leren, is ook sharing. Dat je dus successen deelt met elkaar. Dat je zegt, waar hebben we het goed gedaan? Hè? Ja. Kijk, maak een eigen Facebookpagina van iedereen die bij jullie werkt en die zegt van, hey, dit hebben we goed gedaan. Kijk, dit feest hebben we weer prachtig georganiseerd. Kijk, hier dat pleintje, het is helemaal in orde. En dan is het, als ik dan toch nog een paar tips mag geven die we in het wereldwijd in het onderzoek zien, is dat mensen die erin slagen om elkaar eerlijk feedback te geven, heel snel, niet op het einde van het jaar in een soort bonus of zo, maar elke dag is even een schouderklopje van ik heb gezien wat je gedaan hebt, hè? Fijn dat je dat gedaan hebt. Gemeend, hè? Werkelijk gemeend. Ja. Maar het gaat erom dat we de kans krijgen om te focussen op waar we echt goed in zijn en wat onze kerntaak is. En alle andere dingen die we daarvan kunnen wegnemen, neem die weg en zorg ervoor dat mensen een beetje goed in hun vel zitten. Dan gaan ze graag werken. En als je graag werkt, ben je ook productiever, creatiever, innovatiever. Dan, dat draagt bij tot heel veel geluk. Welbevinden en geluk. Ja, maar dat is ook wel. De organisatie moeten verzorgen. Maar volgens mij doe jij ook van een appel dat mensen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Als je zelf de hele dag zeurt en klaagt. En als je met je tegenzin daar bent en je omringt je met allemaal pessimisten. Natuurlijk is er plaats voor kritiek en voor verdriet en pijn. En niet alles klopt. We maken fouten, niet alles is een succes. Hang het bedrijf niet vol met ballonnen en smileys, want daar overgaat geluk niet. Geluk gaat over iets innerlijks. Mag ik hier bijdragen? Kan ik hier voorwaarden scheppen? En het allerbelangrijkste blijft uiteindelijk in ons werk, onze collega's. Graag de goed zo. Nou, dit was wel een heel bijzonder gesprek wat jij vandaag hebt gehad met Leo. Absoluut.
En hij heeft veel nuttige dingen verteld. Zeker. Wat is nou iets wat jij eruit haalt van nou, daar kunnen wij wat mee als Facilicom? Nou, het mooie vond ik wel dat hij heel duidelijk aangaf dat we allemaal een purpose, een doel hebben in ons leven. En dat zeker ook of je nu schoonmaken, beveiliging of in de catering werkt of in het technisch onderhoud werkt of in de zorg en welzijn bij Facilicom, je doet ertoe. Want denk maar eens na, als wij een dag niet zouden schoonmaken in ziekenhuizen, ja, dan kan de ziekenhuis de deuren dicht doen. Ja. Of als wij niet zouden beveiligen, wat dat voor effect heeft. Dus ons werk is gewoon heel belangrijk. En daar zijn we misschien zelf soms te bescheiden in. Dus ik denk dat het goed is dat we beseffen dat we ertoe doen en dat we Nederland met z'n allen heel wat mooier maken. En wat hij ook zei, dat we misschien elkaar daar af en toe aan moeten herinneren van wat doe jij dat goed? Af en toe een complimentje geven. Oké, daar zijn wij als Nederlanders misschien een beetje zuinig in die complimenten. Dat geldt misschien ook voor mijzelf. Dus je hebt helemaal gelijk. Wat ging het vandaag weer goed, Emily? Nou, wat spontaan. Dankjewel.